Een paar weken geleden was het weer raak. Voor de zoveelste keer zat er een onbekend konijn in het weiland van de kinderboerderij. De kinderboerderij ging 's morgens open en er kwam een kind naar ons toe. Mevrouw, er zit een konijn bij de kabelbaan. En toen dachten wij van oké, die hoort daar niet. Maar er zat hier inderdaad een lekker lief, pluizig konijntje. Die zat heerlijk te knabbelen van het gras. Die was dus ook weer over het hek gezet. Hij zag er op het eerste gezicht heel goed uit. Maar we hebben de dierenambulance laten komen en die zei van ja, we moeten deze ook afmaken, want die is toch gewond geraakt of door de stress in ieder geval. Zijn lichaamsfuncties zijn niet goed. Dus deze gaat het ook niet overleven helaas. De gedumpte konijnen betekenen geen nieuwe aanwinst voor de kinderboerderij, want het gaat vaak slecht met de dieren nadat ze zijn achtergelaten. Van de konijnen die hier gedumpt worden, 90%, 95% overleeft het niet. De konijnen kunnen overlijden door stress van het dumpen en kunnen gewond raken doordat de andere konijnen van de kinderboerderij ze zien als indringer en het gedumpte konijn aanvallen. Of ze worden opgegeten door roofdieren. Of je nou een konijn moet meegeven aan de dierenambulance en je hoort van nou dit konijn dat is toch gewond geraakt of dat zit te veel in de stress, dat gaat het ook niet worden. Of er is een konijn, je vindt een konijn aan stukken gescheurd in het konijnenverblijf, dat doet zeer aan je hart voor dieren. Het begint nu dus wel echt problematisch te worden. Wat gaan jullie nu doen? Wij kunnen niks anders doen dan de mensen blijven opvoeden, zo gezegd. Blijven onderstrepen van jongens, het is geen goed idee om je konijn over het hek te zetten. Het is echt zielig voor het konijn, want die overleeft het in de meeste gevallen niet. Je jaagt de kinderboerderij op kosten, want ja, dat voer en verzorging, dat moet ook allemaal betaald worden. De dierenambulance moet extra uitrukken als het konijn gewond is geraakt. En we kunnen ook meedenken met mensen, hè? Dus inderdaad, als je zegt van joh, ik heb een konijn, ik wil er graag vanaf. Denk eens met mij mee, hoe zou ik dat kunnen doen? We hebben liever dat je dan toch belt, dat we je tips kunnen geven, als dat je het dan maar het heft in eigen hand neemt en zegt hier alsjeblieft succes ermee.